welkom bij deze nieuwe video. En zoals jullie aan de titel hebben kunnen zien, gaat deze video over lounge underwear. Jullie hebben lounge vast al wel een keertje voorbij zien komen op Instagram, bij andere YouTubers, waar dan ook. Ik heb het in ieder geval heel veel voorbij zien komen. Ik ga jullie vandaag mijn eerlijke mening vertellen over de setjes. Ik vind het altijd heel erg chill om ook te zien hoe ze staan, dus ik zal dat ook aan jullie laten zien. En ik ga vertellen hoe de kwaliteit is en zo. Misschien zijn jullie wel aan het twijfelen of je een setje op lounge underwear moet bestellen of niet. Dus dan vandaag kan je een beetje kijken hoe het nou echt is. Deze video is ook in samenwerking met lounge. Wat de samenwerking is, neem niet weg dat ik altijd mijn eerlijke mening geef. Als ik iets niet mooi vind, dan zeg ik het. Als ik iets wel mooi vind, dan zeg ik het. Dus ik ben gewoon volledig eerlijk tegen jullie. Maar dat weten jullie ook wel van mij. Mijn haar zit echt niet. Ik weet echt niet wat ik er maar aan moet. Ik had het los, maar het zat ook niet leuk. Dus ik heb het nu maar vast gedaan. Ik hoop dat het een beetje oké is. Lounge, heel erg bedankt voor het sponsoren van deze video. Echt super leuk. Ik heb dus ook al 2 setjes van Lounge. Die heb ik zelf besteld met de Black Friday sale. En die heb ik nu een aantal maanden. En daar ben ik heel erg tevreden over. Vandaar dat ik ook deze video wilde doen. Omdat ik dus al weet dat ik het heel erg fijn vind. En mochten jullie ook wat willen bestellen op Lounge, dan heb ik ook een kortingscode voor jullie. Namelijk met de code ISALUNA10 krijg je 10% korting op je bestelling van Lounge. Boven de 50 euro heb je gratis verzending. Het komt ook erg snel binnen en je kan ook betalen met Klarna. Dat is ook wel heel erg chill, want dan kan je lekker achteraf betalen. Love Klarna, love rekeningen open hebben staan op Klarna. Maar oké, laten we beginnen. Ik ga gewoon om de beurt de setjes laten zien. Ik zal ook linkjes in de beschrijving zetten. De doos en het verpakkingsmateriaal is made from 100% recycled materials. Wat ook heel erg goed is. Oké, ga open. Oh my god, waarom ga je niet open? Ik ga open. Ja, hè. Oké, tada. Oh ja, ik heb alle BH's in een maat 70D en alle strings in een maat M. Ik pas 75C en 70D. Ik heb hem vorige keer in een 75C en in een 70D besteld. En de 70D zit het beste, dus ik heb ze nu allemaal in een 70D en alle strings dus in een maat M. Dit is de Blossom Balcony Bra in Black. En ik heb trouwens dus al een zwarte, maar van zwarte kan je nooit genoeg hebben. Dus ik dacht, ik doe lekker nog een zwarte erbij. Want ja, dan heb ik ook weer een extra onderbroek. En dit is het setje. Kijk, dit is het topje. En hoe prachtig is dit? Echt, oh my god, I love it. Kijk, hij is dus helemaal met kant. En er zit een beugel in. En het zit ook echt heel erg stevig. En het is ook echt mooi push-up, zeg maar. Het is niet alsof het gewoon erin hangt of zo. De bandjes zijn heel erg zacht materiaal van binnen. En er staat ook lounge up. Er staat ook lounge op. De bandjes zijn ook verstelbaar bij alle BH's. En ja, dit is dus het topje. En daarbij hoort dit bijpassende broekje. Dus deze string. In de maat M heb ik deze. En hoe prachtig is dit setje. Echt, I love it. Verliefd op deze. Degene die ik heb lijkt hier op zich best al een beetje op. Ik heb hier trouwens volgens mij, ik heb die onderbroek trouwens nu ook aan. Het zijn echt mijn allerlievelings. En wat ook heel erg chill is, is dat van die dunne bandjes zijn. Dus bijvoorbeeld met een sportbroek of zo zie je het er niet doorheen. Want je hebt sommige setjes, dat zijn van die dikke banden, maar dit zie je er dus totaal niet doorheen. Oh ja jongens, ik vind het fijn dat jullie dan ook aanbeelden erbij hebben. En ik zie dat bijna nooit bij anderen en dan denk ik van hoe staat het nou eigenlijk? Dus willen jullie alsjeblieft niet gemeen reageren over mijn lichaam? Nee, ik ben best wel zelfverzekerd en ik vind dat niet zo heel erg. Maar laten we het gewoon lekker positief houden. En als je iets negatiefs te zeggen hebt, zeg het nou gewoon lekker niet. Dus ja, oké. En dan als volgende zie ik hier iets wits. En dit is de White Balcony Bra. En dat is deze. Oeh, heel mooi ook. Hij lijkt best wel op die ander volgens mij. Alleen deze is schuin afgesneden en die ander was recht. Er staat ook weer lounge in de bandjes. De details en zo zijn zo prachtig afgewerkt. En deze is dus helemaal wit. En hier heb ik ook weer een string bij. En dat is deze. Ook gewoon een witte. Oh wacht, dit is niet de goede. Help! Hallo, heb ik het per ongeluk roze opengemaakt. maar dat is deze. En dit is de Balcony Ton in White. En deze heb ik ook weer in een M. En dat is deze. Heel mooi ook. Echt, I love it. Verliefd op deze setjes. Hoe leuk is dit ook om voor je verjaardag te vragen of cadeau te geven aan iemand. Ik zou zo blij zijn oprecht als iemand dit aan mij zou geven. En dan de volgende, daar heb ik dus die string al van uitgepakt. Maar daar zal ik nu even het topje van uitpakken. En dit is de Triangle Brass in Cream. Oh my god, let niet op mijn Engels, alsjeblieft. Ik haat mijn Engelse uitspraak. Ik weet niet wat het is.
En deze heb ik best wel vaak voorbij zien komen op Instagram. En dat is dus deze. En oh my god, dit is zacht. Wauw, kijk. Het is dus een crème kleurtje. En dan is het gewoon zo'n stoffen BH. En dit is zacht, jongens. Oh my god, dit is zo lekker. En is dit dus zeg maar het topje. Op de band staat ook weer lounge. En dan is dit de onderbroek erbij. Heel mooi. Oh my god, dit is zo chill om lekker in te relaxen gewoon. En dit topje heb ik in de maat S+. Ze hadden S, S plus, M. En ik zit al tussen een S en een M in. Dus ik dacht, ik neem S plus. Dat is geweldig. Dit setje dus. I love it. Oh my god, jongens. Dit setje zit heerlijk. Ik wil het even toevoegen. Ik praat niet in de aanbeelden, maar hier ben ik. Oh my god, het is zo zacht. I love it. Ze hebben zulke mooie kleuren. Echt, als je houdt van gekleurde setjes, neem daar zeker een kijkje. Recolor Blossom Balcony Bra in Emerald. Emerald, Emerald. En dat is deze. Dat is dezelfde als die zwarte, maar dan is in de donkergroen. Oeh, cute matchy. Ja, eigenlijk gewoon weer hetzelfde als die ander op de onderste ja, ding staat. Lounge, lounge, lounge. En dit is hem. Echt een hele mooie kleur. Ik word er zo blij van ondergoed. Ik koop echt niet vaak genoeg ondergoed voor mezelf. Dus ik ben hier echt oprecht heel erg blij mee. En dan dus deze. En dit is de bijpassende string. En deze ziet er zo uit. Kijk. Ze zijn ook niet irriterend of zo. Dat heb ik soms met ondergoed. Dat het ja, irriterend of vervelend zit. Maar dat heb je hier dus helemaal niet mee. En jongens, vergeet niet. Als je ook wat wil shoppen op Lounge, kan je mijn kortingscode gebruiken. ISALUNA10 voor 10% korting. Wat echt mega chill is. Dan de volgende. En dat is een rood setje. En ik heb volgens mij nog een rode en een roze. En dit is de Red Balcony Bra. Bra. Wauw, wat fel. Oeh, heel mooi. Kijk. I love it. Ik heb nog geen rode BH. Wauw, heel mooi. En dan is daar weer zo'nzelfde bijpassende string bij. En je kan trouwens ook meerdere strings erbij bestellen. Dat je dus ja, de BH vaker aankomt met verschillende strings. Of je kan mixen en matchen met verschillende kleuren. En dit is dus de string erbij. Heel mooi ook dit setje. Dan het laatste BH ondergoed setje. En dan heb ik daarna nog een pyjama. En dat is deze. De Royal Balcony Bra. Kleur Scarlet. Als ik het goed zeg. Er staat 32D Scarlet op. Ik weet niet, maar je ziet links in de beschrijving. Oeh, dit is misschien wel mijn favoriete. Wauw. Oh ja, dit is een ander model. Oh my god, was ik helemaal vergeten dat ik deze ook nog had. Kijk. Dit is dus een felroze, een beetje een frambozenkleur. En er zit hier zeg maar zo'n beugel, wat ik er wel heel mooi vond uitzien. En het bedekt zeg maar ja, ongeveer de helft van je borst. En de bandjes zijn een soort, kijk, een soort ribbelig, wat er ook wel echt vet mooi uitziet. Ik vind het dus zo leuk dat op die onderkant van die BH en die onderkant zeg maar lounge staat. En daardoor matcht het ook weer heel erg mooi met elkaar. En ik ben nu benieuwd naar deze onderbroek erbij, want voor mijn gevoel is deze heel mooi. Oeh, kijk, dat is deze. En aan de achterkant, cheeky cheeky, zit een soort gaatje. En die mesh zeg maar weer met die beugel. Dus dit is het laatste ondergoed setje. Echt verliefd hierop. Oh my god, wacht, ik ga alles even pakken. Ah, love it. Ze hadden ook nog zoveel mooie andere kleuren. Geel en donkerblauw en lichtroze en paars, maar ik kon niet kiezen. Dus ik heb uiteindelijk voor deze gekozen. Maar ik ga zeker nog een keer bestellen en dan ook andere kleuren uitkiezen. Misschien ga ik wel bestellen met mijn eigen kortingscode. Maar ook. Dan het laatste setje. En dat is een pyjama setje. Vond ik ook wel heel erg chill, want ik heb dus geen pyjama setje. En deze zag er zo relaxed uit. En dit heb ik in de maat S volgens mij. Of M, weet ik niet zeker. En dit is de Mink Pine Stripe t-shirt. Of Pinstripe. Pin of pine. I don't know. I do not know. Oh ja, je hoeft trouwens geen invoerrechten of iets te betalen. Dat is ook wel handig om erbij te vermelden, want dat vragen mensen best wel vaak. Maar dat hoeft dus niet. Dat is deze blouse. Oeh, pretty. Ja, ik heb deze in een S. Wauw, kijk. Hoe leuk. Het is beige en dan staat er lounge, 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 lounge. En dit is dus ja, een oversized pyjama blouse. Maar oh my god, dit is ook gewoon leuk voor op het strand over je bikini. En dan met een leuke
zo. Of gewoon over je bikini of gewoon met een jeans. Of voor een hele mooie foto met dat setje en dan dit eroverheen aan. Maar dus deze, hij voelt heel erg lekker zacht. Het is echt een, ja, een beetje, ik weet niet, linnenachtig stofje. Ik weet niet wat voor stof het is, maar het voelt in ieder geval echt heel fijn aan. En daar heb ik dus ook een kort broekje bij. En dit zijn de Mink Pine Stripe Shorts. En deze heb ik ook in een S. En dat zijn deze. Kijk. Oeh, heel leuk. Hierboven heeft het dan zeg maar een elastieke band. En dan loopt het gewoon lekker wijd uit. En ja, ik denk dat het echt een heel erg cute setje is. Oh my god, dit setje zit zo lekker. En het is zo schattig. Kijk hoe cute dit broekje ook is. I love it. Het zit ook gewoon echt mega comfortabel. Echt een aanrader. Oh, en van de achterkant ziet het er trouwens zo uit. Ik hou hiervan. Ik ben zo blij met alles. Laat weten in de reacties of jij iets gaat bestellen en wat jij het mooiste setje vond. Koop jij wel eens ondergoed voor jezelf? Ben je net als ik en doe je dat helemaal niet vaak? Als je dus wat wil shoppen op Lounge, vergeet zeker niet mijn kortingscode te gebruiken voor 10% korting ISALUNA10. Als je nog vragen hebt, kan je het ook even in de comments zetten, want ik zal op elke comment reageren die een vraag geeft. En ik reageer sowieso altijd op de comments. Dus, mocht je het nou een leuke video vinden, vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. We gaan richting de 30.000 abonnees, dus dat is echt mega leuk. En dan hoop ik dat ik jullie weer zie bij de volgende video. Er komen heel veel leuke video's aan waar ik mega veel zin in heb. Dus bedankt voor het kijken. En doei! She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your